De Vlaamse regering dreigt naast 700 miljoen euro te grijpen als de geplande bouw van de gevangenis in Beveren gewoon doorgaat op de geplande locatie. Dat blijkt uit een onderhoud dat actiegroep Straten-Generaal had bij het Directoraat-Generaal Milieu van de Europese Commissie. Bij het niet respecteren van de EU-regelgeving over MER-procedures zou de financiële toezegging van een Europese lening ingetrokken worden voor de Oosterweelverbinding. Waar die nieuwe gevangenis in Beveren nu precies moet komen, is al langer stof tot discussie. In de plannen die nu voorliggen staat het gebouw pal op het Mecano-tracé. Dat is het alternatief dat de actiegroepen voorstellen voor de Oosterweelverbinding met het bandtracé. De actiegroepen vragen dat het gebouw enkele tientallen meters wordt opgeschoven, maar de Vlaamse regering wil dit niet. Onlangs gaf ze groen licht voor de start van de bouw. Bewuste sabotage volgens de actiegroepen. En ze lijken nu ook gesteund vanuit Europa. Want ook vanuit Europa zou opgetreden worden als de verplichte procedures niet correct gevolgd worden. Zo zou de bouw van de gevangenis ervoor zorgen dat het Mecano-alternatief niet meer ernstig kan onderzocht worden. En dat is ontoelaatbaar volgens Europa. Want een van de voorwaarden is dat er bij MER-rapportages minstens twee realistische alternatieven moeten onderzocht worden. En dat kan niet als de gevangenis een voldongen feit is. De financiële gevolgen daarvan kunnen groot zijn, want als er een inbreuk wordt vastgesteld op de MER-regelgeving, dan kan de toegezegde lening van 700 miljoen voor de Oosterweelverbinding worden ingetrokken door de Europese Investeringsbank. Het te financieren project moet namelijk aan de Europese voorwaarden voldoen om aanspraak te maken op die 700 miljoen.